Oh, laten we de lama eens een keer gaan helpen. Want we zijn er waarschijnlijk matig aan toe, gok ik. Wat niet te hopen is voor ze, maar ik ben bang voor hem wel. Oh, daar lag een neet. Ik kan zeggen, ik zag een blauw bolletje op de grond. En ik hou van blauwe bolletjes. Dat klinkt zo fucking fucked. Oh, ik hou ook niet van blauwe bolletjes. Dat klinkt dat vies. Staaf. Dat blijft leuk. Dat blijft echt leuk. Vol een mag in een van die lange rammen. En vervolgens melee. Dat is zo leuk werk. Please get dood. Nou, jij bent in ieder geval matig te pas. Jij bent dood. Het shieldvolk van hem is ook dood. Nou, alleen hopen dat die marines wat doen tegen die andere lar. Oh, ik heb per ongeluk iemand geteamkilled. Dat is wel een beetje mijn ding volgens mij. Het is echt slecht. Waarom kill ik zoveel lang? Ja. Geef maar. Ik vang wel. Ik vang wel. Ik weet dat dit een heel slecht plan is. Ik vang wel. Ik ga dood. Ik ga sowieso dood. Ik vang. Zij heeft gewoon medkits in. Bitch. Ah, dat op zich wel goed. Ze houden gewoon rekening mee dat iemand er niet onder kan gaan staan. Oké, let's move out. Zo iemand als mij, zeg maar. Ah, laten we gaan. We moeten dus een maproom inderdaad. Die cartograph dingetje moeten we vinden. Ik ben benieuwd. Waar die is, ik heb geen idee. Ik weet alleen dat we daar een dude aan gaan rijden. Tut tut, motherfucker. Oh. Dat doe je geluk. Oh, never mind. Kun je daar oprijden, wou ik zeggen, maar dat kan niet. Hey, wel. Dat kunnen we wel. Oh, bam! Oh oh, nee. Oh, ik dacht bijna dat die marine dood was. Net zoals de vorige keer, toen gingen er ook twee marines dood. Hey! Waarom rennen ze weg? Kom eens terug! Hey! Kom eens terug! Waarom rennen ze weg? Oké, ik zou ook niet mee. Oh, waar reed was er een bom heen? Kom eens terug! Hey, kut! Waarom rennen ze weg? Wat is hun probleem? Waarom? Ik zou ook niet bij mezelf en al in de auto gaan zitten nadat ik zo crash, maar... Gaan we het idee, maar we konden ze deze boom heen rijden. Wat de fuck is daar mis mee? Dat klopt ook niet helemaal. Tut tut, laten we die blauwe man pakken. Oh, damn bitch. Kut telefoon, jongen. Ik was vergeten dat ik die weer had. Normaal dan leg ik die ergens anders. Zodat jullie er niet doorheen horen, want dan zie je het dan. Deze keer vergeten. Excuse me, dan hoor je mijn, hoor je de telefoon maar een keer. Niet, het is niet meer mobiel. Het is de huistelefoon, maar alsnog. Het is wel op zich wel fijn bij Halo ook dat je zoals nu zo moet rijden. Het maakt de map ook wat groter voor je gevoel alleen al. Aha, waarschijnlijk wel. Tuut tuut, motherfuckers. Staaf. Uh-oh. Oeh, dit is echt heaven. Da-da-da-da! Wat leuk is aan als ze er ook allemaal de zaken voor gingen staan voor mijn wortel. Dat houdt ook in. Dat is right. Oh, wacht. Uh-oh. Au. Als we het goed willen doen. Dat we het anders moeten aanpakken, namelijk zo. Au. Oh kut, dat is een dood. Goddammit, ik dacht dat alleen we uit de auto vlogen ofzo. Maar we zijn daadwerkelijk dood. Excuse me. Oh, schiet! Ik wil zeggen, doe iets. Oh god. Mijn shield. Tuut tuut, motherfuckers. Oh, die neet is lekker mis. Na. Please kill dat volk. Hoe moeilijk is het om dat volk te killen met jouw fucking machine gun? Dank u. Aha, blijkbaar. Het is wel fijn dat we met de auto binnen zijn. Aha, met de auto. Ah, we mogen hier niet door. God damn it.
Maar dan moet er zelf maar lopen. Het is al goed. Don't let them lock the doors. God damn it. Hoe de fuck kan je dat doen? Don't let them lock the doors. Hoe zag zij dat voor zich? I underestimated the Covenant's understanding of Halo subsystems. They've locked the doors. And we don't have enough firepower to get through them. Cortana to Keys. Go ahead, Cortana. Yeah. Have you found the control center? Negative, Captain. The Covenant have impeded our progress. We can't proceed unless we can disable this installation security system. Sowieso dat we naar boven moeten waarschijnlijk, dus we gaan even de auto omdraaien. Fijn dat de Marines hier nog steeds zijn. Oh, kut. Aha, dat snap ik. Woo! Dat was geen goed plan. Geen goed plan, geen goed plan. Oké, stap in, stap in, stap in. Snel, snel, snel. Maar we moeten dus sowieso doorrijden, want we zijn hier dus fucked. Ja, de ballen. Want de deur ging dicht en dus kunnen die naar binnen. Aha, daar moeten we dus een rondje rijden. Kijken als we iets kunnen vinden. Oh, bitches. Oh, piss shield is down. Ga weg met je roze dingen. Ballen fluffy needles. Ah, wauw, wauw, ik kan die blauwe dood hebben. Oh, kunnen we als door die bomen heen rijden. Dat is echt genaaid aan de ene kant. Dat maakt het zoveel simpeler. Mijn passagier is een klein beetje dood trouwens. Ga dood. Oh, dat driftkill. Kom maar eens hier. Grote blauwe meneer. Kom eens, Bluey. Bluey. Ga dood door meneer Machine Gun. Nee, Bluey. Achter die bomen dan. Ik ga geen verstoppertje in spelen. Kom maar. Kom ik al achter die boom. Ook goed. Oh, nee. Oh, god. En ik weet dat het niet de bedoeling is om met die auto hier naartoe te rijden, maar het kan. Dus waarom niet, hè? Als het kan, waarom zouden we het niet doen? Oh, we zijn een klein beetje... Onze shield is naar de tering aan het gaan. Aha, jij bent inderdaad on fire. Beter kill ja ook daadwerkelijk iets. Zo mooi, hè? Ze hebben zoveel dingen hier neergezet qua cover en shit. Aan de ene kant is het ook wel om de award ook te blokken. Maar het werkt. Ik weet nog dat deze fight fucking moeilijk was. Dit weet ik ook nog. Deze fight weet ik nog. Dat je hier normaal dus een fight had. Dan was je eerst helemaal naar boven geklommen. Fucking kutwerk. En dan rijden we met de award ook naar boven. Dat maakt het zo belachelijk veel makkelijker. Niet helemaal eerlijk om mijn examen. Doe maar. Het kan naar de zwaan niet. We hadden het maar beter uit de game moeten halen. Oh. Oh. Ook al is hier in die Warthog zitten ook niet echt het beste plan voor je gezondheid, merk ik. We gaan er wel even uit. Oké, okay, we gingen daar beter niet even uit. Now what? Ook echt een droogte Marie. Now what? Nou is de Master Chief dood. Nou kunnen we niks meer. Dat vond ik wel mooi in ODST, ja. ODST vond ik geen slecht game. Die heb ik ook al gespeeld. Ik heb ODST meer gespeeld dan de andere Halo's wat ik me kan herinneren. Maar Halo 1 dus blijkbaar wel. Voor een heel deel. Wat ik dus niet meer wist. Maar Halo 2 sowieso niet. Daar weet ik echt zo 100% geen zak vanaf. Van Halo 2. Halo 3 dan wel, natuurlijk. Oeh, ik had de bomen. Kill die Elias! Doe eens je back! Nee. Alright, die deur is al dood. Crushed. Dat meen je niet. Hier kunnen we sowieso niet langs. 100%. Dat we hier niet ergens langs kunnen. Hier moeten we wel uitstappen. Maar dat het gewoon mogelijk was, was al geniaal genoeg. Lijkt me. Oh oh. Oh oh. Oeh, die groene shit van hem, jongen.
Uh-oh. 1 HP. Oh. Wat? Come and take your medicine. Ja, ben je aan een healer, dude? Kom maar. Leest hij niet. Hij roept dat tegen de enemies. Natuurlijk. Hij heeft geen fucking medkit bij zich. Medkittel. Medkit? Ben jij dat, medkit? Ja, ja. Is nergens een medkit hier. Dat is een scheid. Oeh, wat is dit? Hoi. Wat zijn we nu aan het doen? Hoe de fuck weet Cortana dat allemaal eigenlijk? Hij komt gelijk op buiten rennen. Fucking energy sword, bitch. Oké, daar willen we dus sowieso niet naartoe. Wat is achter deur nummer 1? Helemaal niks. Waarom kunnen we hier überhaupt naartoe, eigenlijk? Ah, en dan gaan we terug. Wat plan, we hebben alleen de auto een beetje gefuckt. Denk ik. Dus ik ben bang dat we het hele stuk terug moeten lopen. Oh, motherfucker, ik zag hem echt nog net. Oh, ik heb geen ammo meer. Oké, nice. Ah, maar die wil ik sowieso niet missen. Ik hou die pistol wel even. Ik kan dit ding oppakken, maar fuck dat. De pistol is op zich ook wel fijn. Is nog te doen. We moeten weer terug naar boven met de wortel. Oh, ik heb het onszelf echt zo makkelijk gemaakt, hè. Maar als ik het goed heb, kunnen we hier afspringen namelijk. Oh, ik heb mij nog goed herinneren. Dan skippen we dan een heel stuk. Dacht ik toch. Overshield. Oh. We gaan dood. Bravo 22 was bringing us some heavy weapons. After I saw we were up against hunters, I thought you could use them. Oh, wow, bij de Marines leven gewoon nog. Nice. Lucky bitches. Stop. Ik heb maar 1 AP natuurlijk. Oh, medkit. Medkit. Ah, ik heb een rocket launcher, dat is mooi. We hebben gewoon nog een warthog, we hebben gewoon 2 warthogs. En ik heb 480 dingen gevonden. Dat is ook mooi. Aha. Ah, dat was dat. Dan moeten we nu terug. Ergens naartoe. Dus volgens mij niet hier langs. Of wel. Kan wel zijn dat hier langs is. Ja, oh ja, wel, dat zie je wel lang. Wacht, even nog meer ammo oppakken. Ja, yep, fragnate, nog meer fragnate. Andere rommel. Oké, we zijn fully stocked weer. Mooi, mooi. Dan moeten we nou weer helemaal terug. Zeg ik dat goed dat we helemaal terug moeten? Ja, we moeten hierheen. Hier was namelijk waar we naar binnen moesten. Dacht ik toch? Ja. Dat is hierboven. Daar is meneer Energy Sword hierboven. Uh-oh. Is dat nou een hunter? Yep. Oh nee, hoe heet zo'n ding? Weet niet meer. Een doodgereden kanarie, zo heet dat. Als ik tegenaan gereden ben, wat een beetje moeilijk is. Kom eens hier, bitch! Schiet hij al, is dood, jongen. Allee, doen jullie lekker met je ding? Ik ga even die grot hierin. Voor de mensen die hem ook hadden gezien, bravo, je hebt een grot gezien, ik ook. Wat is hier? Ik heb geen idee wat hier is, hoor, in die grot. Oh, helemaal niks. Het is gewoon een sneaky way around. Oké, maar wel cool dat er een grot is. Exactly. Dat is wel nice. Toch heb ik ook het vermoeden dat het iets met een skull te maken heeft. Want kijk, je hebt ook skulls, die moet je allemaal vinden. Maar ik weet echt niet waar die dingen zijn, hoor. Nooit mee bezig houden.
Dus ik ook alsnog niet van plan om er bezig mee te gaan houden. Wat ik wel even ga doen is de Warthog weer even naar binnen rijden. Wat we nu ook hebben gedaan. Voor het geval dat, dan hebben we tenminste een Warthog. Dus, een beetje geluk kunnen we toch naar beneden rijden. Oh ja, oh ja. Die melee duurt, weet niet wat hem gaat hitten, jongen. Een fucking Warthog tegen de bakkers. Oh ja, hier passen we niet doorheen. Oké, okay, misschien ook wel. Oké, okay, misschien niet. Oké, okay, we hebben allemaal acute Parkinson. Bounce, bounce, baby, bounce. Kunnen we eruit? Ja, dat wel. Nee, ook niet. Uh-oh. We zitten een klein beetje vast nu. we zijn een klein beetje de lul als we hier ooit uit willen. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat voor ding op de grond daar? Oh, een wapen. Dat we maar even naar beneden gooien. Vind je het normaal, Master Chief? Dat is toch niet te zuinig. Dit is een klein beetje heel erg diep. Jesus Christ. En we zitten dus echt fucking screwed. Met dat kudding daar. Maar ja, die kunnen we nog opblazen. Staff. Met een beetje geluk kunnen we dingen nog sneaky doen. Ze slapen nog. Sommigen dan toch? Zou inhouden dat het nog niet allemaal verloren is, denk ik. Huh? Oh. Au. Controle, dat is geen moment om aan te vallen. Bitch. Dat is echt heel gemeen, controller. Ah, ik kan zeggen, zat nou wel of niet wat achter de deur naar me heen? Maar dat zat er. Over dadelijk. Hi, kleintje. Hi. Dan is tenminste volgens mij alles in onze rug dood. Nou, alleen nog hier beneden. Yay. Op de tweede verdieping. Het lijkt eigenlijk nog stealthachtig. Nou niet meer. Ik denk dat het stealthachtig gedeelte nou een beetje weg is. Maar wel met kids. En Nate en ander spul, dus dat is positief. Hey bitch. Hey bitch. Vallen vol, oh oh. Hi. Oh oh. Blijf weg. Blijf weg. Blijf weg. Blijf weg. Waarom ren jij zo snel? Na 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 na. Dat was lekker mis. Oh oh. Daag niet zo'n ding uit. Oh oh. Nee, 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 nee. Ga maar niet, niet. God damn it. Oh, kijk hem met kit. Dat is een klein beetje onhandig. Mee eens. Oh fuck. Agressief kutbol. Oh ja, hier heet een rocket launcher, bitch. Ik was vergeten dat we een rocket launcher hadden. Dan zou je kunnen afvragen waarom. En hoe kun je... Hij heeft vergeten dat we een rocket launcher hadden. Nou, dat kan. Dat is niet zo heel moeilijk. Zoiets kun je vergeten. En ik denk vast niet dat ik de oh, goddammit. dat was dus niet de bedoeling. Hey, kijk, een enemy. Ik denk vast niet dat ik de laatste was die daarin geflikkerd is. En ook zeker niet de eerste. Er zullen vast wel meer mensen in gedonderd zijn. Het was niet mijn bedoeling om er nog een keer in te flikkeren, trouwens. Maar... Doe je niks aan? Onhandigheid af en toe. Oké.
Okay, people, we got company coming. Let's set the table. Engage enemy forces on site. Ah, ze gaan de shit defenden. Okay. Iedereen vertrouwt ook op Maya. We'll be in a tight spot if we don't get out of here before additional reinforcements arrive. Aha, I know. Maar echt, iedereen vertrouwt maar. Waarom? Waarom vertrouwt iedereen mij? Camouflage. Is handig om te hebben, camouflage. Hier zo flikkerden we net 600 keer naar beneden. Maar we gaan naar beneden. Please, active camouflage, blijf active. Bam, bitch! Ik weet dat ik misschien mensen had moeten melee of zo, maar... Fuck dat, we waren er. En dit is dus Halo Ring. Misschien hadden we beter die in duurt wel gewoon. Auw, auw, auw. Dat is een overshoot, goddammit. Nog een kleintje. En dood zegt de rest. Gaat dood, gaat dood, gaat dood. Oké, nou, dan maar zo. Gaat allemaal dood, kleine kringen. Sowieso, hardnekkig. Twee melee attacks zelfs overleven nu. Die kringen worden krachtiger. Maar dat moeten ze ook zelf weten, maar niet uit, maar... Het is goed voor hun, die kleintjes wat steviger worden, zeg maar. Steviger gebouwd zijn. Aha. Hoe de fuck kom ik boven? Ik ga niet springen. Ah, die twee zijn dood, maar... Dat betekent dus niet dat ik boven kom, goddammit. Ik moet via een andere weg naar boven. Welke? Ah, hier, denk ik. Hoop ik. Ja, dit is een nieuwe trap, sowieso. Komt helemaal goed dit. Vol met enemies, hallo, doei. Vallen, waar moeten we heen? Oh, ik loop nog goed ook, hè. Oh nee, toch niet. Oh jawel, een klein beetje. Dun, 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 dun. Nieuwe muziek, hè. Daar, kleine ratruis, hallo meneer Blauw. Oeh, kut. Van de rand af. Mooi, mooi. Het is makkelijk om gewoon van een afstand te vechten. Helemaal die shield light. Die zijn best irritant aan de kant. Ah, die zijn wel dood, denk ik, dachten. Laten we hopen. En ook nu weer, hè. De muziek is zo vet, vind ik. Het past er echt mooi bij. Ik weet niet waarom. Ah, ze zijn hier boven. Yay. Yay. Er zijn hier veel enemies. Yay. Yay. Uh-oh. Wow. Mijn shield laten rechargen. En het is er. En we hebben de medkit opgepakt en die lag er nog. Auw. Nou, we gaan heel veel hiden tot onze shield weer terugkomt. Namelijk wel handig. Kom dan meneer Blauw of Paas of wat jij ook bent eens even killen.
Zo, wie de fuck schoten er nog allemaal dan? Het zal wel, we moesten... ik weet niet, hoe kom ik hier weg? Hoe de fuck kom ik hier weg? Help. Maar dan wacht kwijt. Ah ja, door deze deur. Totally. Hoe kon ik dat nou al vergeten? Of niet nou? Klinkt echt als een Indianenmuziek dit trouwens. Dit vind ik een van de mindere nummers van Halo. Die andere vind ik wel mooi. Ha, 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 ha. Die zeg maar. Wat is dat? Oh wow, lucky bitch jongen. Maar dit vind ik een beetje te Indianenachtig. Oh hi. Oh god. Ah, daar zit jij te campen. What the fuck? Wat ben je aan het doen? Oh, tuurlijk. Hij is op die Warthog. Ik heb vergeten dat die Warthog wel.